100% aan! 100% aan! Ja! Ja, heer, maar we gaan vandaag iets heel bijzonders doen, jongens. We gaan lekker zoeken op een hele bijzondere plek. En waar? Want we werden gebeld dat er al nieuwe vondsten zijn uitgekomen. Ja, Bartje had gebeld. Bartje wil niet doen. Nee, maar de vondsten wel. Dus we gaan er nu snel even heen en dan kunnen we het ook op het beeld leggen. We hebben tenminste nog wel een aflevering. Dikke aflevering. Ja, we hebben trouwens nog een tip voor de kijkers. Maak je gaten altijd netjes dicht, hè? Ja. Brian, dat is signaal. We kunnen het niet vinden. Dat wil ik helemaal niet. Er zitten maar vier mannen. Je moet de graskluiten zo uithalen. Leg je hem daar. En daarna moet je hem dezelfde manier weer in terugstoppen. Dit is de goede manier dus. Nee, hun hebben een signaal, maar ik help alleen mee. Eigenlijk zie je niet eens hoe diep het is. Wil je? Nee. Is het? In een werkje van de uitzet wel. Ik kan echt niet zo diep zijn, maar het is ongeveer jouw lengte een keer. Twee, drie? Ja, zeker anderhalf hoor. Ja. Dit komt eruit het gat. Een dekseltje. Binnenwerkje. Een gasmasker deksel. Nee, nog wel gevuld, maar geen medals. Maar kijk. Je ziet gewoon die glaasjes erin zitten nog. Wat is dit dan? Bakkeliet of niet? Steen of niet? Kijk. Vet hè, eigenlijk. Ja. Dit is voor ons ook nieuw. Ja. Wat mensen leuk vinden, mensen denken van wow, wat heb je gevonden? Dit interesseert ons niet zoveel. Maar dit, donuts, jongen! Kijk hier, je hebt daar net uit dat gat. Allemaal die kutglaasjes. Je hebt daar net een ding. Flesje gevonden. En het schijnt een, dat hoor ik net, een flesje te zijn voor als je gas over je heen hebt gehad of dat het tegen je aangekomen is. Om je huid te ontsmetten. Ja, hout ontgiftingssalbe. Ja. Er staat onderop, staat nog heel mooi. Maar was het nog giftig voor je huid als het op je huid kwam? Brandde het of zo? Nou, ze moest het gas op je huid. Oh, ja, tuurlijk. Ja, maar zalbe is toch zalf? Of ligt het nou mij? Ja. Dus is dat gewoon zalf in of wat? Nivea kan je het ook uit de fles spuiten. Ja hoor. Heb je nou? Ja hoor. Stukkie, voorkant. Oh, weer een stek. Wel aardig op zich. Ja, wat heb je? Oh, nog een aardig brok. Martijn gaat even 2 seconden zoeken. Is het dan diep al stek? Ja, je had wel een shirt aan mogen trekken. Dat vind ik wel ordinair eruit zien. Deze kan dan. Wow. Maar allemaal nog omhoog, hè? Kijk dan. Daar staat je wel, hoor. Ja? Dat is wel een raar beeld eigenlijk voor op camera. Wat? Zo, je bent eigenlijk weer op beeld, dat ik aan het graven was. Wilden wij dat doen, hé. Kijk, Jim, hé. Ja. Normaal de winning is actief, hoor. Ik ben nu alweer moe eigenlijk. Jij hebt helemaal geen conditie, dan heb je te filmen altijd. Ik was wel conditie, joh. Ik slapen. Ja, die is ook weer eigenlijk. Zo, het is echt diep eigenlijk, hè, of niet? Ian, je hebt een hele. Ja, best wel, hè. Kijk, ik heb een hele gevonden. Kijk dan. Live op camera. Hij heeft een hele. Hé, Ian. Ja, deze is heel. Jongen. Nee, geen al, hè. Wacht. Hoor je? Ja, maar die is... Ja, dat wild eigenlijk, hè? Alleen ik heb het etiketje een beetje afgeschraapt met schep. Je zit echt allemaal in die rand, heb ik het idee, hè? Ja, klopt. Oh, nog in de vaart? Nee, steen. Oh. Een baksteen. Ik vind het lachen. Ja, dit is goud, hè? Nee, jongen, als die er heel uit komt, gap, hé. Wat is dat? Oh, dan word ik gek, hoor. Dit is er wel. Is dat? Zo, dat is een fucking... Zo, dan word je gek, hoor. Een cola flesje. Uit de oorlog. Als die eruit komt, ja, wij zijn stukje. Mag ik eens op de camera klikken? Ik heb er pas één gevonden. Wat? Dan leg je nou oorlog van. Ja, ze gingen net met de prikstok dus hierop prikken. En toen moesten we nog een meter diep. En nu zijn we een halve meter diep. In die rand. Maar daar zijn ze al geweest. Net als het, nu is het nog een halve meter denk ik, of niet? Ik weet niet, maar daar kwam net dat waterflesje uit. Ja, dat is een flesje. Dus daar zijn ze al geweest. Ja, precies. Je moet toch in deze laag zitten ergens. Ja. Dus ze zijn een klein beetje in die harde rand. Zijn ze dus aan het zoeken, daar schijnt dus nog van alles in te liggen. Er is allemaal hier neergestort en een hele laag zand eroverheen gestort.
Nou, net kwam toch weer zo'n flesje eruit, die was heel. En nou is hij weer. Jim is lastig aan het doen. Ik ben lastig aan het doen, hè. Wat voor mesje is dat dan? Nou, ik wil er echt niks van aan. Oh ja, wat heb jij gevind? Een. Een hoe? Hoe noem je dat ding? Klaarschrijven. Dat ja. We hebben een klaarschrijven gevonden. Kijk, op deze staat nog tekst. Wow. Wow, wow, wat heb je? Laat zien. Dat is altijd, altijd meteen wat er ook gezegd. Wow. Ja, wow, anders telt het niet. Laat zien. Wow. Wow, wat zit dan? Wow, wat heb je? Laat zien. Hoi. Hoe is het? Gevonden. Dat is lang geleden. Is het een dakpan. Ja, dan. Ja. Een dakpan. Dorry. Spakken. Nee. Echt? Als we het leuk vinden, dan hoor je het, ja? Ja, voor mij is zo'n t-shirt. Kan je een stuk geweer of zo, maar ja, valt het niet. Voor mij is t-shirt trekken. Ja? En dat is? Tafel, ja, telefoon, zeg maar. Oh? Van Bakkelief. Of een accu. Ja, dat dacht ik, zei toch dat het van een geweer was? Ja, heb je toch gelijk. Ja, toch? Ik heb nooit hem gevraagd. Ik herken het. Is hij dan? Ja, hij heeft hem. Oh. Hoe wist je dat eigenlijk? Ja, weet niet. Dan die groeven zo. Dan denk ik, dat kan geen dakpan zijn, toch? Nee, maar het is ook bakkelief. Bakkelief is nooit een dakpan. Ik denk dat het het achtste gedeelte is van een MG15. Echt? Ja, dat denk ik wel, hè. Het is een heel klein stukje van die bakkelieke kollen. Oké, dat is gewoon dik, hè, schat. Oh, hier heb ik weer eentje. Hoe vind je die eigenlijk? Die zie je gewoon. Jim, jij bent even afromen daar dan? Ja, je mocht dat niet meer staan voor die jongen. Ja, als je erachter gaat staan wel. Hè? Dit moeten jullie eigenlijk een printscreen van maken en overal posten. Jim is aan het graven. Ja, met zonsondergang, hè? Het is romantisch misschien ook. Een klein beetje. Ja, moet wel, want ze kunnen vanaf beneden niet zo hoog het zand meer gooien. Dus jij moet hem een klein beetje. Oh, nog één. Kijk dan. Nog een huls. Oh, je bent wel echt lekker bezig. Ik heb allemaal hulsen te vinden. Dit is de binnenkant van een Fallschirmjäger mesje, hoor ik net hierboven. Die kwam je ook net uit. Ja, hier. Ja. Samengraven. Oh. Dat leven nu staan. Doe jij nou? Het rare begin van een film voor volwassenen. Ja. Nou, als je het opschrijft. Brian ging met een meisje graven in een diep gat in het bos. Hoppa. Jongen, ik heb nog. Even zien. Het gaat over 10 schepjes. Ben je moe? Op 10 schepjes ben ik alweer moe. Wel nee, je hebt nu conditie opgebouwd. Je bent nu gaan. Die twee biertjes werken fucking goed. Huh? Die twee biertjes werken fucking goed, Brian. Hier, kijk, wat fuck is dit? Wat is dat? Ja, precies. Een oog van een gasmasker. Een kokring. Ik hoef niet te zeggen. Ik dacht het wel. Oh, dat is het. Brian en het geheim van de kokring. Gaat die eindelijk een keer staan. Ja, Scott, wat doe je daar altijd mee? Ja, ik kan hem Brian en het geheim van de verloren kokring. Ja, zo ja. Wat fuck is dat? Wat fuck is dat? What the fuck is dit? Dat is een deksel van. Dat is weer zo'nzelfde ding als net. Ja. Oog in. Ja, hier zit het glaasje ook nog in. Vet. Wow. Nee. Hij is open. Jimbo. Wow. Puff, kijk dan, wat zijn dat? Mijn vlaggetjes. Ja, mijn vlaggetjes. Een hele hoes. Leer. Godsamme. Dit kun je echt beter vinden dan 10 Duitse helmen. Ja? Je ziet hier die. Vertel er even wat over. Beetje zelf. Ja, die zijn mijn vlaggetjes. Ja. Voor je neerzet voor het mijnenveld. We kunnen wel een plaatje van laten zien. Die deed je gewoon plaatsen zo. Hier zat die vlaggetjes aan. Die deed je wel plaatsen op als het mijnen stonden. Wat is aan leren? Ja? Hé jongens, er komen nou toffe dingen aan. Bart eruit. Ja. Ik ga weer. Zwaar hoor. Nog best wel zwaar joh. Als je ermee moet leuren. Ja, dat zijn stalen dingen natuurlijk. Een dikke boord. Die hele achterkant toch? Jan, weet je wat het is? Nee. Een steen. Waarschijnlijk wel. Ja, je hoeft je niet zo druk te maken. Jimmy moet je niet zo druk maken. Alles overal bijna. Ze maken er alles van zo meteen. Allemaal stalen randjes. Het wordt waarschijnlijk ook nog een veld van een auto. Zo meteen is het het metalen voorstuk van een MG15. Danny weet een praatje wel, hè? Ja, zeker te weten. En zo dadelijk is het ook nog iemand die een oude pan heeft laten liggen omdat hij een bakje knalworst heeft zitten maken daar. Weet je wel. Maar het gaat om de aanloop naartoe. Hun zijn wel blij, dat kan ik niet ontkennen. Ja, meer die ernaast. Ja, maar goed. De ene is 100% een helm. Als er geen helm is, jongen, vreet ik hem op. Ja. Dit is een helm. Dit is sowieso een helm. Maar ik dacht meer die daarnaast. Ik ben zelfs, vreet ik hem op. Je dik het er naar me uit. Dikke bork naar me uit. Als er geen helm is, vreet ik hem op. Ik bij deze was gelijk. Dit is geen helm. Ja, het is wel gerust. Pitkik! Ja, joh. Ja, ik hoop dat je met zijn vork meegenomen hebt. Ja, ik hoop dat de helm is, anders dan voelen ze één keer een klap, worden ze over uur wakker, ben ik weg. Wil je
een hele koelkast opeten. Zo moet er gelijk meerdere helm zijn als één helm is sowieso. De mensen die minst hebben gegraven, goeie, mogen we dat ook kiezen. Maak er een grammaton van, man. Ja, kiezen zo'n weinig verdraald met van die mijnenvlaggetjes. Ja, 100%! 100%! Ja! Oh. Ja, ik wil alleen van jou horen of het zo is. Nee, ik heb even gekeken. Ik heb mijn deskundig oordeel er even over geveld. En je gaat mij wel blurren. En ik denk, ik schat de kansen 75% het helm zijn. En anders is het een hele oude doos met rode, roze koeken. En meer niet. Ik weet het niet. Bedankt hier. Maar Danny. Ik begin al een beetje te groeien hier, ja, volgens mij. Ja, Danny. Kijk maar alweer, Danny. Nou, waar die net stond, ja. Ja. Oh, fucking dik, maat. Dat is wel inderdaad. Maar daar kan er misschien een mooie camouflage op zitten. Dat is een flinke beuk gehad. Wel een helm, toch? Ja, zo. Maar waar is die andere? Nee, of niet? Nou, dat ligt nog wel, nee. Telt wel. Ja, dat komt wel mee. Maar de gasten dat maar even doen, joh, Tijn. Rustig, kom, graaf die volgende. Ja, Martinez. Kan je een glas zien? Kikken dan. Wat is dit of helm, Den? Een Duitse helm. Een Duitse dok. Ja, is los. It's because our hobby is so boring. Ja, yeah, so fucking boring. Wat heb je? Hey, zijn er twee. Huh? Ja, gek. Ja, ja, twee in elkaar. Op elkaar? In elkaar. Kijk dan hier. Oh, die is dik, jongen. Is het een FJ'tje of niet, die ene? Het is een FJ'tje, ja. Ja? Ja. Echt? Ja. Ja, echt wel. Nee. Nee. Jawel, dikke vet FJ'tje. Hij zit ook nog helemaal in de fucking... Nee. Of het Tsjech. Kijk, ja, echt wel. Nee. Wel. Nou, loop. Kan ook een Tsjechische zijn. Maar hier met dat raar. Of een Nederlandse. Dat herken ik. Is geen Nederlandse. Nee, is nog half afgemaakt, een Nederlandse. Een... Van de politie. Serieus? Op wel. Die hebben dan niet zo'n felse kantje. Of het is een Tsjech. Het is gewoon een fucking lelijke kraag. Het is in ieder geval andere. Zijn er drie of niet? Kijk maar. Er zit er nog één in. Oh, het zit gewoon wel een beetje vast, weet je. Wat is het hele gezeik? Ze hebben... Hey. Hey. Wat is dat voor dingen? Brit. Een Brit? Ja? Voor mij is het een Brit. Zo'n turtle ding, of niet? Nee, nee. Ja, dat is een turtle. Hoppa! Duitse krakert. Alleen maar kraken van. Hoe vind je hem? Een kraakgat. Kijk, we hebben deze helm gevonden. Het is een M32 Tsjechische helm. Door de politie gemaakt. Gebruikt. Die is fucking vet. Ja. Ja, maar je moet ze minimaal een jaar laten leggen. Ik heb Danny net uit de grond heb getrokken. Een fucking gasmaskerbeurs. En die gaan we even openmaken. We gaan, hoe heet dat? Pellen. Pellen. Hoe doen we dat? Kijk, dan zit hij hier al mijn rubber in. Moet hem open buigen? Ik zou hem tegen de grond kapot tikken tegen een boom. Gosh, er zit een flesje in. Echt? Oh joh, kijk dan. Ja, er zit een flesje in. Goeie. Wat hoor. Ja? Dus, maakt niet wel uit. Die is helemaal... Ja. Hier is helemaal koolstof in. Oh, nou, wat is deze van? Ja, het is allemaal te wild, Brian. Kijk dan! Wow, er zitten zelfs nog dingen over. Ja joh, die moet even drogen, dan wordt die wel weer goed. Dat gaat hoor. Ja? Kijk, wow! Wow! Zo. Oh, die is wel gaaf. Kijk dan, een mooie masker. Masker! Even kijken. Fucking vet. Ja, we komen eraan. Wow, die fucking nice. Echt? Zo! Zo! Kijk dan. Oh, pak hem even vast. Ja, hij bent toch vast? Ja, maar dan kan ik hem even showen. Oh. Zo, zwaar. Hey, er komen er al meer drie uit. Nee, er komen er meer drie. Pets hebben er nog meer leren. Dan gaat het naar beneden. Kijk, als je zoveel pizzas of wet en zwelmen hebt, dan moet je meteen pizzas eten. Een mooi potje, Dan. Fucking vet, hè, Dan? Ja, weet je. Ja, zeker te weten. Ja, want ik heb een mooie fucking pot. Hé, wat heb je gevonden? Een stukje van de paardengasmasker. Ja, er wordt hier nog een koon op te zitten, die is in de neusranden. Ja, laten we wel bakkelie zien. Zo maar. Bakkelie. Bakkelie. Houteliet. Ja, belachelijk. Van bakkeliet is het gemaakt. Gelukkig. Leuk ding. Zoek even de kegels bij. Oh, die muggen zitten met de prikken, Peter. Oh, wat voor muggen? Oh, paardenmuggen, weet ik van de beste. Paardenmuggen. Je hebt ook paardenvlieren. Ja. Dit is gewoon niet overdreven, dit is. Ja. Dit begint echt wel 4 meter diep te worden waar je met je voeten staat, hè? Wow. Emma, wat komt eruit? Allemaal bakkelieten spullen. Ja. Kijk, een kwastje. En wat staat erop? Rein en groen. Ja, ziet heel duidelijk, maar ik kan niet lezen. Rein en groen voor gebruik. Wat is dat? Schudderen. Dat je voor gebruik moet schudden. Ja.
Dan hebben we hier een houten giftungstiftje. Een pritstift voor gas. Ja, voor als je besmet bent met giftige gassen. En hier een gastester. Dan zaten hier kleurtjes op en als je dan gas in de lucht hing, kon ze testen. Hoe werkte dat dan precies? Dat weet ik niet precies. Mooi zo. Oké, volgende stukje. Dat kon hij vertellen. Ja, Puff kan het vertellen, hè? Er gingen ampulletjes in met poeder en dat reageert dan chemisch op het soort gas. En dan kan je zien wat voor gas het is en of er gas in die bunker zit. Er gingen een soort van ampulletjes in. En zelfs... Dat kun je niet zelfs zien. Jim Pedia kan nog leren gewoon. Ja, ik weet het wel, maar ik weet niet hoe het werkt. Ik weet alleen dat het gastester is. Dus blij? Ja. Mooi, hè? Ik lul. Of je vindt gewoon een pepje of zo, stel ik. Pepje? Allemaal stukken fucking helm, jongens. Meester is al weggebracht. Hier, 1. Half. Nog een stuk, dus 2. Ben je op, gek? Lekker. Je hebt echt niet weer zo'n grote fles. Meen je dat? Ja, ik had het op, hè? Er zit nog wel wat in inderdaad. Kleur op, man. Welke, die bruine? Als die echt fucking groot is, kan je hem echt inleveren. Ja joh, verrek. Kijk dan. Waar zit je dan? Ze hebben fucking grote fles. Ja, dat is hem. Ze hebben hem. Die is ook zeldzaam, jongen. Hey, daai, nou. Dit is de derde al, hè? Ja, die is echt uit het gat. Uit het gat. Hier, voorzichtig, man. Fucking gaaf. Om je wapens te ontsmetten zat die vloeistof in, dan kon je met de kwast kon je heel snel je wapens ontsmetten van die chemische stoffen. Ja, ja, en wij gaan naar huis toe, want dit is al een beetje kinderbed. Super gezellig dat we mee gingen. We gaan lekker hier slapen. We gaan nog lekker door de hele nacht. Heb je een tuintje opzetten hier niet? En wij gaan terugrijden naar Nederland. Yes! Heemskerk. We zijn momenteel in Duitsland. Ja, daarom zijn we gokken. Het was echt vet, pik. We hebben nog nooit... helmpjes bij ons zeldzaam, maar wat hun allemaal eruit gegraven hebben, dat gaat helemaal nergens op. Alles. Hoeveel helmen zullen het zijn in totaal? Een stuk of 15 verschillende. Makkelijk, allemaal stukken. 15 verschillende helmen, minimaal. We gaan er nog eentje schoonmaken. Ja. We nemen er eentje mee. Ja. Yes. Kijk, we vonden toch fucking vet. We nemen toch een paar geknaagde helmen mee. Die gaan we nog schoonmaken. Dan gaan we kijken wat erop staat.